Het parlement heeft gisteravond de staatsbegroting 2020 met algemene 33 stemmen goedgekeurd. De BEP-fractie heeft meegewerkt aan de goedkeuring van de begroting. De NDP-fractie was niet aanwezig in de zaal. Na de aanname van de begroting merkte DNA-voorzitter Marinus B. op dat de regering overtuigend was, waardoor de begroting met algemene stemmen is goedgekeurd. Dan gaan we over tot de stemming. Wet van houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020. Wet staatsbegroting 2020. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Met amendementje. ...33 voor en wie is tegen? 0. Het gehele ontwerp is met amendement is aangenomen met algemene 33 stemmen. DNA-voorzitter Marinus B. gisteren na de aanname van de staatsbegroting 2020. Het begrotingstekort van 19,7% is teruggebracht naar 9,3%.